Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag zonder Roland Stekelenburg, want die is aan het langlaufen. Ik zei in een eerdere uitzending dat hij aan het langlaufen was in Groningen. Nu kan dat volgens mij ook wel, want het sneeuwt daar, maar het is in Noorwegen. Dat terzijde. Volgende week is hij weer terug. De gast is Julia Jansen. Jij bent zelfstandig research-based graphic designer. Ja, klopt. Wat is dat? Eigenlijk ben ik opgeleid als grafisch ontwerper. Maar ik merkte al heel snel dat ik wat meer wilde doen eigenlijk dan alleen maar puur een esthetische ontwerper zijn. Dus ben ik gaan kijken hoe kan je eigenlijk ontwerpen en onderzoeken en speculeren over dingen met elkaar combineren. Dus dat is eigenlijk wat het is. Ja, en maak dat eens wat concreter voor me. Wat, noem eens een project. Wat doe je dan? Momenteel ben ik eigenlijk bezig met een onderzoek over het eigendomsrecht van data. De data die we eigenlijk allemaal produceren via smart devices, maar ook betaalpassen. Eigenlijk alles, alle digitale sporen die wij online achterlaten. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, wie eigent zich die rechten toe? Wij hebben als producenten van data eigenlijk helemaal geen controle over wat ermee gebeurt. Maar die macht, die rechten liggen ook niet bij die bedrijven die het gebruiken. Zoals een Google of Facebook die al die data inzetten voor hun verdienmodel eigenlijk. Dus toen dacht ik van, ja, hoe kan ik dan als ontwerper eigenlijk gaan speculeren over een manier hoe je eigenlijk de controle kan terughalen naar de gebruiker. En toen heb ik bedacht van, wat gebeurt er als je er een currency systeem van maakt? Dus wat nou als data echt een soort van monetaire valuta eenheid is? En daar ben ik eigenlijk maar aan het onderzoeken hoe dat zou kunnen werken. Wat zijn daar complicaties van? Wat zijn er voordelen van? Wat zijn er allemaal mogelijke scenario's bij die komen? Dus in dit geval zie je een probleem, zie je een onderwerp waarvan jij denkt, dit is een belangrijk onderwerp, dit is interessant. Ga je erin verdiepen, dat is natuurlijk dat research. Precies, ja. Maar waar anders een researcher zeg maar stopt en met conclusies komt, begin jij eigenlijk nog weer een keertje. Want ga je kijken van, je wil ook aan de oplossing werken. Ja, niet per se een oplossing, maar meer punten ter discussie stellen. Kijken hoe kunnen we verschillende perspectieven bieden. Hoe kunnen we eigenlijk meer vragen stellen daarover ook. En hoe kunnen we eigenlijk kijken naar wat mogelijke scenario's we kunnen zijn voor uiteindelijk een oplossing. Ik zeg nooit van, ik kan het niet bieden. Maar door inderdaad de combinatie van fictie, realiteit en onderzoek. En dat onderzoek, speculatie. Nu raak ik door. Onderzoek en speculatie eigenlijk tegenover met elkaar samen te laten gaan. En daarmee inderdaad te ontwerpen en te kijken wat je ermee kan doen. En dan ben ik voornamelijk geïnteresseerd in het veld van digitalisatie en economie. En dat eigenlijk dat driehoekje. Zo. Ja. Hey, en wat ontwerp je dan? Momenteel ben ik eigenlijk bezig met een serie van experimenten in een soort van game. Wat wordt een app of een website-based game? Daar ben ik nog. Dat is allemaal in ontwikkeling. Dat je eigenlijk een soort van verschillende experimenten gaat ontwerpen die ook live kunnen zijn, die zowel digitaal kunnen zijn. En dat komt eigenlijk voort uit mijn afstudeerwerk. Dat was een installatie met ook dit onderzoek. Dat is eigenlijk meer hoe kan je een basisinkomen krijgen uit data. En daar heb ik een installatie over ontwikkeld. Dat heet de Bank of Online Humanity. En dat was eigenlijk een soort van ruimte waar je instapt van een bank die dan zeg maar eigenlijk de hele database zou beheren en mensen hun inkomen zou kunnen voorzien van hun data. En dat was dan infographics en een film en boeken daarover. Dus dat was een hele complexe installatie. Maar ik wilde het eigenlijk nu in het verdere stadium eigenlijk wat interactiever maken. Dat mensen, naast dat ik het systeem laat zien hoe dat zou kunnen werken, echt ermee kunnen gaan spelen. Hoe kunnen ze participeren in zo'n systeem? Ja. Hey, graphic design is vaak is doorgaans heel erg toegepast, hè? Ja, klopt. Hier zit ook meer een kunstelement in bij jou, toch? Ja, ik zou mezelf nooit kunstenaar noemen, want ik vind het wel echt. Ik vind mezelf wel echt ontwerper, maar inderdaad, het is niet traditioneel ontwerp. Het is geen logo's of posters maken. Wat ik ook wel freelance ernaast doe om ook wat geld te proberen te verdienen. Ja. Want dat is natuurlijk ook de realiteit van het afgestudeerd zijn. Maar ik vind het heel erg een leuke samenwerking. Dus zowel echt heel toegepast kijken van hoe kan je visueel interessante dingen maken. En daarin kan je ook onderzoek doen natuurlijk. Wat is belangrijk bijvoorbeeld voor een studio waar ze voor staan. Zeg maar, daar doe je natuurlijk ook conceptueel onderzoek in. Hey, heb je collega's of ben jij de enige research-based graphic designer? Nee, er zijn er absoluut meer. Noemen ze zich ook zo? Is het echt een erkend begrip, zeg maar? Ja, het is best wel nieuw. Het is denk ik, wat zou het zijn? 8,
jaar ongeveer dat het echt als bestaat. Maar op de academie kreeg ik ook het vak design research. Dus het is echt wel een bestaand ding aan het worden. Ook puur omdat we als ontwerpers hebben gemerkt het beroep verandert heel erg. Traditioneel wordt ook heel erg vervangen door bijvoorbeeld dingen zoals Facebook templates, Vistaprint. Grafisch ontwerp wordt natuurlijk best wel makkelijk vervangen. Het is gedemocratiseerd eigenlijk, hè? Steeds meer plekken. Ja, iedereen met InDesign of Photoshop kan prima een logootje of een postertje maken voor weinig geld. En er zijn heel weinig bedrijven die ook echt de waarde inzien van een goede grafisch ontwerper en wat daar de meerwaarde van is. Dus moet je als vakgebied gaan kijken van wat kan je dan meer doen? Nou, ik vond het dan heel erg interessant om te kijken van hoe kan ik dan zowel ontwerper zijn als toch het vak soort van vloeiend laten meebewegen met de tijd. Ja, hey, en wat je zegt is natuurlijk zo. Er zijn heel veel platforms waar je, best eenvoudig. Misschien niet als je iets heel bijzonders wil hebben, dan zul je nog steeds daar iemand voor inhuren. Er is natuurlijk nog als je wel denkt werk gewoon in, goed genoeg is, weet precies, je wel, dan is het eigenlijk klein, te vinden. Ja, ja. Dus dan is het moeilijker om daarmee rond te komen. Maar aan de andere kant, als ik jou wil vertellen. Hoe financier jij jouw onderzoek en je projecten? Ja, ik heb twee fondsen die mij daarvoor steunen. Het stimuleringsfonds, daar krijg ik een talentontwikkelingsbeurs van. Dat is eigenlijk voor jonge ontwerpers die tot 4 jaar zijn afgestudeerd van Academy of Master. Zowel van product, mode, grafisch, eigenlijk het hele discipline. En dan heb je een jaar lang een budget zeg maar om een project uit te voeren, onderzoek te doen. Dus dat is echt een soort van ontwikkelingsbeurs. En ik heb een beurs gekregen van het SCDN-fonds voor innovatie in internetprojecten. Ook voor hetzelfde project eigenlijk. Dus ik heb beide gezegd, van ik heb scenario A, scenario B en C. En C is dan samen. Dus dat is heel fijn dat ik daar wat financiële vrijheid in heb gekregen. Om inderdaad ook, want belangrijk was voor het onderzoek om... Kijk, ik heb heel veel onderzoek gedaan. Ik heb er heel veel over gelezen. Ik ben er heel actief in geweest de afgelopen 2 jaar inmiddels. Maar ik ben wel maar 1 persoon. Het is heel complex, het is heel groot. En ik ben natuurlijk nog steeds ontwerper. Dus ik heb heel veel mensen ook daarbij gezocht. Van heel veel mailtjes gestuurd van, hey, ik ben hiermee bezig. Zowel economen als privacyjuristen, cybersecurity specialisten. Maar heel veel mensen gemaild van, wil je met mij praten hierover? Wil je me helpen, adviseren? Dus ja, dat maakt het ook mogelijk om dat soort dingen te doen. Ja. Dus dat is, en waarom is dat onderwerp van data zo belangrijk voor jou? Het fascineerde me gewoon heel erg. Dat we eigenlijk gewoon geen enkel idee hebben wat data is. Zeg maar, het wordt te pas en te onpas gebruikt. En wat echt de invloed is van dat jouw gedrag constant geanalyseerd wordt. Dat het een heel verdienmodel is. Wat echt de schade is van bijvoorbeeld een datalek of een cyberaanval. Mensen hebben echt geen flauw idee. Een soort van paniekknop wanneer het in het nieuws is. Maar dan houdt het ook heel snel op omdat het nog geen directe schade oplevert. En ik had ooit een... Het begon eigenlijk een beetje bij een fascinatie voor de Terms of Service van Google. Ik had ooit een keer gelezen dat je zo'n 15 miljoen woorden per jaar aan Terms of Service accepteert. Dat zijn best veel woorden. En die leest natuurlijk niemand. Dus niemand ik was iets van, lezen, nee. Wat staat erin? Waar gaan we? Want het zijn natuurlijk toch allemaal contracten waar we eigenlijk mee akkoord gaan. Daarmee geef je je rechten eigenlijk op. Dus ik dacht van, het was eigenlijk gewoon een fascinatie. En vanuit dat... Kleine ideetje, ben ik eigenlijk 3 jaar verder en er helemaal ondergedompeld. Ja, maar wat heb je geleerd in die 3 jaar? De mate van algoritmische besluitvorming echt veel dieper gegrond zit dan dat we denken. Dat sowieso, dat er veel meer informatie over ons is en dat bedrijven ook echt veel meer van ons weten dan we willen of dat we denken dat er gebeurt. En dat we er momenteel nog heel weinig aan kunnen doen om het niet te doen. Mensen vragen heel vaak aan me van, hoe bescherm je dan jezelf, wat doe je zelf? En het enige eigenlijk wat ik echt concreet kan bedenken is geen openbare wifi-netwerken bijvoorbeeld. Omdat je gewoon nog steeds zo weinig controle of macht hebt. Ik heb op een gegeven moment gezegd van, we leiden eigenlijk een soort van aan dataslavernij. Ja. Wat ik ervan echt van heb geleerd, dat het een heel complex systeem is, wat nog waarschijnlijk lang gaat duren voordat we snappen wat er precies mee kan en wat we ermee moeten doen. Hmm. Maar wat kun je wel doen? Hè? Bijvoorbeeld, je kunt niet Google als zoekmachine gebruiken, maar wel DuckDuckGo bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, Zijn er nog andere dingen waarvan je, even vanuitgaande dat je niet wil dat die partijen jouw data hebben? Ben ik niet per se voor hoor, dat niet gebeurt. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen is veel verschillende browsers gebruiken. Dat je bijvoorbeeld zegt van, ik gebruik
Facebook in Safari en mijn werkgerelateerde dingen in Firefox bijvoorbeeld. Firefox is wat beschermder browser. En wat ik zei, geen openbare wifi-netwerken. Verder. Wat ook interessant, je kan ook bijvoorbeeld je gegevens opvragen bij Google Dashboard. Dat is best wel leuk. Google Dashboard is een service van Google waarin je kan opvragen welke informatie ze over jou hebben. En dan krijg je echt gewoon een heel zipje met zeg maar alle informatie. Ja. Dus dan kan je gewoon zien van, dat zei bijvoorbeeld bij mij, kon ik mijn locatiegeschiedenis terug scrollen tot 2013. Omdat ik het blijkbaar nooit heb gewist. Nou, je hebt natuurlijk wel privacy settings ook die je wat beter kan beschermen. Ik heb ze juist allemaal openstaan, omdat ik gewoon wil weten wat er allemaal van mij weet. Ook voor als onderzoeker, ik vind het interessant. Maar schrok je daarvan? Ja, best wel. Ja, ook bijvoorbeeld omdat er echt alle coördinaten stonden van waar ik was. Maar ook bijvoorbeeld tussen twee coördinaten welke snelheidsverandering heeft plaatsgevonden. Dus was het in vehicle, biking, walking, running en dan een percentage van zekerheid. Dus bijvoorbeeld 20% zeker in vehicle. Ja. Misschien was het dan 80% in trein of zo. Maar dat het echt zo specifiek was, vond ik wel. En dat je gewoon echt in een soort van zo'n teksteditor in Atom of Sublime kan je dat dan openen. En dan krijg je gewoon een hele code eigenlijk. Over wie je bent. En toen ben ik, ik ben het in het project wat ik nu doe ook heel erg gaan zien. Als wij zijn het product van onze eigen informatie geworden. Wij zijn lopende data generatoren in plaats van mensen eigenlijk. Zeker voor die bedrijven. En wij zijn ook helemaal niet Jan, Klaas of Piet. Maar wij zijn een soort van profiel van onze gezondheidsgegevens, van onze social media gegevens. Van onze inkomsten, van onze uitgaven. Wij zijn gewoon een soort van heel profiel geworden. Wat ook super interessant is. Ik bedoel, er staat een hele. Ja, want even de andere kant, hè? Ja. Hoe kan data je helpen? Ja, op heel veel manieren. Ik ben ook heel erg juist voor een goed werkende data-gedreven samenleving. Want het werkt heel erg mee aan efficiëntie. Je kan bijvoorbeeld ziekte-epidemieën heel snel traceren, natuurlijk infrastructuur goed regelen. Heel gepersonaliseerde adviezen geven, bijvoorbeeld over jouw reis. Van nou, daar is een ongeluk, ga zo. En dat zijn natuurlijk nog hele grote dingen. Maar ik denk dat het absoluut heel veel voordelen kan hebben als we weten wat ook de schaduwkant ervan is. Dus hoe we ook gemanipuleerd worden en hoe onze vrije wil eigenlijk gestuurd wordt door die algoritmes. Ja. Want wanneer denk jij of wanneer ervaar jij dat jouw vrije wil gestuurd wordt? Of ervaar je dat al in de grote lijn? Ja, in grote lijn. Ik denk dat het vooral. Kijk, het zijn natuurlijk de slimste mensen momenteel werken op dat soort gebieden. Ja. Dus het gaat heel, heel genuanceerd. Het gaat echt in bepaalde keuzes die je maakt natuurlijk op internet. Of je op een advertentie klikt of niet. Het is natuurlijk allemaal aandacht kopen van je. Dus het zijn eigenlijk denk ik hele genuanceerde dingen die je niet door hebt. En die ook niet per se een soort van levensbedreigend zijn. Maar in bepaalde dingen, als je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een verzekering wil afsluiten en je hebt bijvoorbeeld een. Google weet dat je altijd hard rijdt. Ja, bijvoorbeeld of dat je te hard rijdt of dat je veel rookt of heel vaak alcohol koopt, bijvoorbeeld dat soort dingen. Dat kunnen ze natuurlijk wel weten. En als dat dan je premie, dan is er wel direct schade. Ja. Of als je bijvoorbeeld een depressie hebt gehad, dan moet je vaker je rijbewijs opnieuw laten testen. Dat soort dingen zijn natuurlijk wel schade. Ja. Maar is het meer een gevaar? Weet je wel? Zijn het potentiële mogelijkheden? Of vind jij dat er nu verkeerd om wordt gegaan met jouw data? In Nederland vind ik dat toch op zich wel binnen de perken blijven. Ik heb bijvoorbeeld laatst ook Cathy O'Neill ontmoet. Zij is de schrijver van Weapons of Mass Destruction, een boek. Zij is voormalig Wall Street wiskundige. En zij heeft echt onderzoek gedaan naar Amerika, naar de gevolgen van algoritmische besluitvorming. En daar zie je dus echt dat mensen eerder teruggestuurd worden naar de gevangenis omdat ze uit bepaalde wijken komen. Of dat ze ontslagen worden op basis van een algoritme dat bijvoorbeeld hun bekwaamheid test. En dat zijn natuurlijk, dan mis je soms wel echt gewoon een menselijk aspect erin die kan inschatten hoe de situatie werkt. En als je puur alleen maar die algoritmes. Want die algoritmes worden natuurlijk ook gemaakt weer door mensen met bepaalde vooroordelen. Dat is vaak het probleem. We zeggen van nee, die wiskunde is objectief, want het is wiskunde. Maar de persoon die dat algoritme schrijft, die heeft natuurlijk een bepaalde definitie van succes. En in die definitie van succes kan natuurlijk wel een algoritme zitten die mensen met een bepaalde achtergrond eerder veroordeelt. Mm-hmm. En dat is wel echt een probleem, denk ik. Ja, en jij, de dingen die je nu vertelt zijn zeg maar de lessen uit jouw onderzoekstraject.
Als we nu nog even naar de volgende, die volgende fase, dat design traject. Ja. Wat komt eruit, zeg maar? Wat lever jij op? Het wordt dus een soort van een game, of in ieder geval een experiment. Met alles eigenlijk rondom hoe data kan werken als een valuta-eenheid of als geld. Daarbij ben ik bijvoorbeeld nu aan het kijken van hoe kan er bijvoorbeeld inflatie plaatsvinden bij data. Kan er zowel individueel als collectief te veel data geproduceerd worden? Kan het bijvoorbeeld zijn dat er gezegd wordt van nou, er zijn te veel kattenfilmpjes in de wereld bekeken. Dat we zeggen gewoon kattenfilmpjes zijn niks meer waard, bijvoorbeeld. Of dat er als persoon gezegd wordt van nou, je hebt deze week geen nieuwe vrienden gemaakt. Jouw waarde gaat omlaag, want je hebt een bepaalde standaard waar je aan moet voldoen als product zijnde. Daarnaast ben ik ook aan het kijken dus wat de invloed is van menselijk gedrag op de waarde van data. Waarschijnlijk zijn wij een ander profiel, ander soort type mens. Andere waarde hangt eraan. Dus eigenlijk dat soort van experimenten probeer ik daarmee te creëren. Ook als je zou zeggen van wij zijn allemaal producten van onze eigen gegevens. Wat zijn dan producten die meer of minder waard zijn inderdaad? Zijn er een soort van ultieme datasets die dan heel erg interessant zijn? Bijvoorbeeld of mensen die bijna niks waard zijn in het systeem. Ja. Maar waar... Als die data als betaalmiddelen, waarom is dat belangrijk? Het was belangrijk. Ik weet ook niet of het de beste oplossing is. Waarschijnlijk niet hoor. Het was meer een... ook omdat ik iets heel interessants vind zitten in geld. En het was ook eigenlijk omdat ik dacht, die bedrijven verdienen zoveel kapitaal aan data. Bijvoorbeeld Google heeft geloof ik een netto dagwinst van $3 miljard. Nou, dat is echt absurde bedragen. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld automatisering van de arbeidsmarkt. Er verdwijnen natuurlijk veel banen. En toen dacht ik van, nou ja, wat misschien wel interessant, daar kwam ook wat basisinkomen eerder uit voort. Wat nou als die bedrijven eigenlijk ons van een soort van inkomen gaan voorzien door het produceren van data. Je kan data produceren bijna zien als een soort van labor, eigenlijk een soort van arbeid. Net zoals wat vloggers eigenlijk bijna al doen, maar dan nog een veel verder stadium. En ik weet niet of het per se een hele logische gedachte was. Voor mij was dat het wel op dat moment van, nou, wat nou als we er gewoon betaald voor gaan krijgen. Dan heb je ook een soort van, natuurlijk een andere soort van contract. En er zitten natuurlijk ook weer complicaties aan als je bijvoorbeeld gaat zeggen van, je kan je eigen data gaan verhandelen, één op één. Want dan kan het zijn dat bijvoorbeeld privacy iets wordt voor rijke mensen, omdat zij minder behoefte hebben om bijvoorbeeld hun data te gaan verkopen. Dus dat is natuurlijk een probleem aan zich. Maar het is wel interessant dat je zo controle weer bij de gebruiker kan zetten. En een ander scenario is dat je inderdaad zegt van nou, privacy schaffen we gewoon eigenlijk af. Dus iedereen verkoopt zijn data altijd aan een server. Waardoor je bijvoorbeeld wel bevordering van de welvaartsgelijkheid krijgt. Omdat je zegt van nou, iedereen kan bijvoorbeeld boven de armoedegrens leven van zijn data. Ik heb natuurlijk ook weer de andere kant, dat we waarschijnlijk allemaal zo gemanipuleerd worden in ons gedrag. Dat we weer allemaal dingen gaan kopen en dat inkomen gelijk eruit gaat. Maar het is ook helemaal. Ik heb ook echt absoluut niet een oplossing voor het hele. Want het is natuurlijk een immens groot, groot ding ook. Maar juist door een soort van te kleine, het heel klein ook te maken en door mensen echt te kunnen handelen daarmee. Ook om het inzichtelijk te maken. Iedereen snapt transacties wel. En wilde ik dat experiment zo bouwen. Maar wanneer is het voor jou geslaagd? Wanneer zoveel mogelijk mensen het gaan spelen. Ja? Uiteindelijk als het online komt. Ik hoop dat het november gaat zijn. En als het er gewoon een heel bespreekbaar onderwerp wordt. Als die lagen, die methodieken die nu gewoon heel erg ontransparant zijn, transparanter worden. En als we het er gewoon meer over gaan hebben van, niet per se van privacy is iets wat we moeten beschermen. Nee, privacy is iets wat we moeten veranderen misschien wel om het soort van functioneel te houden. Ja. En als dit project dan ter zijne tijd achter de rug is, hoe zie jij zelf je eigen toekomst? Zeg maar, wat zijn andere projecten die je zou willen doen? Zie je die in de financiering via de fondsen nu? Of zie jij opties bij bedrijven? Wat zijn de mogelijkheden? Wisselend. Ik wil ook een beetje op me af laten komen wat er daarna gebeurt. Maar ik denk natuurlijk zeker wel over na. Ik zou het heel erg leuk vinden om uiteindelijk me te kunnen positioneren binnen het veld eigenlijk van inderdaad economie, digitalisatie en ontwerpen. Dus daar op de lange termijn ook dit soort onderzoeksprojecten mee kan doen. Maar het zou voor mij het mooiste zijn als ik dat voor de helft kan doen. En voor de helft inderdaad ook gewoon
als ontwerper kan werken voor bedrijven. Of dat nou is puur op een soort van het ontwikkelen van identiteiten. Of meer op een soort van het nadenken over implementatie van dit soort systemen. Dat kan ik me ook over. Dat zou ik ook heel erg interessant vinden. Vind je het ook nog lekker om gewoon even een logootje te maken, of niet? Tuurlijk is dat leuk. Ik bedoel, ja, het is niet iets wat ik zelf persoonlijk 5 dagen in de week zou kunnen doen. Maar ik vind het. Ik hou nog steeds heel erg van ontwerpen. En dat is ook de drijfveer achter het project natuurlijk. Ik wil dingen wel visueel maken. Ik kan er heel veel over nadenken en ik kan er heel veel in mijn hoofd mee zitten en over praten. Maar uiteindelijk wil ik het wel maken. En dat vind ik ook het leuke eraan. Dat is misschien ook anders dan het schrijven van een proefschrift hierover. Ja, als je, hoe helpt jouw deskundigheid op het gebied van vormgeven, visualiseren, et cetera, bij een complex onderwerp als dit, naar een groter publiek brengen? Nou, ik denk dat het zeker wel baat erbij heeft. Ook omdat ik echt ontzettend veel interessante boeken en proefschriften hierover heb gelezen. Maar ik denk dat er te weinig mensen zijn die dat soort dingen lezen. Omdat het vaak echt enorm grote stukken zijn. Die best ingewikkeld zijn. Waar je echt wel echt dat moet willen om het te lezen. Wil je het gaan doen. En ik denk dat het op deze manier veel toegankelijker kan worden. Inderdaad met het zelf interactief werken met dit soort gedachtes. En er dan verder mee gaan. Ik denk dat dat gewoon heel goed tot de verbeelding kan spreken. Ja. Wanneer kunnen we je eindresultaat zien? Dutch Design Week 2018, daar staan we met No Particular Order. Dat is zeg maar een beetje het einde van het talentontwikkelingsjaar. Staan we met z'n allen daar in No Particular Order. Ja, hopelijk, dat is in oktober af. Toch? Of niet? Dat is in oktober, eind oktober, ja. Ja. Oké, okay, nou dan. Ja, dus ik hoop dat het dan allemaal online staat. Ja. Als het goed gaat, ja. Ja. Ja, zeker. Nou, heel veel succes daarmee en heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de biersponsor Bier & Co. Dit blijkt een biertje te zijn dat Gaia heet. Het is India Pale Ale. Ik vond hem lekker. Wat had jij? Ik had een Compaan Badgast. En was het wat? Je mag ook zeggen als het niks is. Hè? Dat hebben we afgesproken met de sponsor. Ja, nee, hij is erg kruidig, maar ik vind hem wel smakelijk. Oké. Okay, nou, heel politiek correct. Dat is goed om te horen. Ik hoop dat Rick Kempen van Bier & Co. Meekijkt. En we bedanken, eventjes kijken, wat hebben we nog meer? PQR voor de hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor de livestream. Ja, we zitten hier bij Freedom Lab, zoals iedere week. En ik dank mijn vriend Roland Stekelenburg, die ik volgende week weer naast mij hoop aan te treffen als hij terug is van zijn langlaufvakantie in Noorwegen. Dankjewel en dag.